veldwerkers. Dan moet ik denken aan de apostel Paulus, ook een veldwerker. Hij trok erop uit door de toenmalige wereld. En wat heeft hij veel voor Gods koninkrijk betekend? Maar wat heeft hij ook veel moeten doorstaan? Hij heeft gevangen gezeten, schipbreuk geleden, zweepslagen en stokslagen gehad en werd met stenen bekogeld. Wat is het geheim van Paulus? Waarom verliest hij de moed niet? Hij noemt dit alles maar een lichte verdrukking die van korte duur is. Hoe kun je dat zeggen? Omdat hij alles in eeuwigheidsperspectief ziet. De glorie van wat hierna komt is alles overtreffend. Open Doors werkt in ongeveer 50 landen. Verreweg het meeste werk wordt gedaan door plaatselijke mensen. We noemen ze veldwerkers. Ze reizen hun land of provincie door om christenen te steunen, te onderwijzen of op een andere manier te helpen. Soms ondervinden zij ook zelf vervolging. Zullen we vandaag danken voor hun inzet en bidden dat ze moed ontvangen?